Alle bedrijven proberen het, de iPhone van Apple omverwerpen, maar tot nu toe is niemand het gelukt. De nieuwste poging komt van BlackBerry, dat de BlackBerry Storm in de markt zet. Belangrijkste verandering? De BlackBerry is niet langer alleen een apparaat voor workaholics. De Storm is de eerste BlackBerry zonder toetsenbord en werkt uitsluitend via een aanraakscherm. Nieuw is dat je het scherm daadwerkelijk moet indrukken om een letter in te typen, vergelijkbaar met de klik die je voelt als je met een navigatievlakje van een laptop iets selecteert. Dit indrukken van een scherm moet de kans op tikfouten verkleinen. Een ander voordeel ten opzichte van de iPhone is dat de storm video kan opnemen en dat de batterij vervangbaar is. Maar er is ook een flink nadeel: een wifi-signaal komt het apparaat niet in. Server kan dus alleen via mobiel internet, en daar kun je eind 2008 eigenlijk niet meer mee aankomen. Voor de rest gaat RIM, het Canadese bedrijf achter de Blackberry, keurig met zijn tijd mee. Gebruikers kunnen met de Storm foto's maken, filmpjes en muziek afspelen en ook terecht op hun Facebookpagina. Al die toepassingen bewijzen dat de BlackBerry tegenwoordig geen zakelijk speeltje meer is. Dat vertellen ook de cijfers, want volgens de maker nemen particulieren tot nu toe 40% van de verkoop voor hun rekening. Tot slot de prijs. In Europa wordt de BlackBerry Storm exclusief verkocht via Vodafone. Het toestel kost 80 euro en voor die prijs krijg je er 150 belminuten bij. Kies je voor een duurde abonnement, dan is hij helemaal gratis.